Ik wil graag een paar dingen met u doorspreken, vooral over de omvang van de Bijbel, maar ook over de tekst van de Bijbel. En sommige vragen vanmorgen gingen daar al over. Als het goed is, hebt u inmiddels een handout gekregen. En verder zal ik het een en ander laten zien. Globaal wil ik deze onderwerpen dus met u bespreken. De vragen over de kanon, Qumran, tekstoverlevering en wat literatuur. Om nu gewoon maar eens een voorbeeld te nemen van hoe wordt er gedacht over de status van het Oude Testament en de omvang van het aantal boeken, ben ik wat gaan zoeken en ik kwam terecht op een website van het Nederlands Bijbelgenootschap en die hebben de website rondom de Bijbel. En dan de rubriek dus uitnemen, daar van de kanon. En het is vrij open geformuleerd, bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in het onderwerp. En dan geeft dan een waarschuwing. De resultaten van de Bijbelwetenschap, ja, dat staat wel eens op gespannen voet met een gelovige benadering van de Bijbel. Je moet pas verder lezen, je kunt dus nieuwe inzichten doen en je vindt dat dan een verrijking. Maar af en toe is het lastig. Goed, ik heb een paar citaten genomen van het Bijbelgenootschap. Dus de volgende dia's die zijn allemaal de tekst overgenomen van het Bijbelgenootschap, zodat u een beetje weet wat het onderwerp is waar ik nader op in wil gaan. Men zegt, wat is dan de kanon? Dan moeten er twee voorwaarden zijn eraan voldaan. Dus de eerste, de betreffende boeken, de losse boeken en we hebben zo'n groot boekrollen, moeten gezien worden als heilige schrift. En de tweede voorwaarde is dat het al een afgerond geheel is. En dat ze met elkaar allemaal goedgekeurd zijn. Dan komt de datering. Dat in de 2e en 3e eeuw voor Christus en waarschijnlijk al eerder het antieke Jodendom heilige boeken kende. Men zou daarom kunnen zeggen dat in deze periode het proces van kanonisatie en van kanonvorming begon. Ik moet zich even voorstellen, Mozes, dat is in de 15e eeuw voor Christus, David, 1000 voor Christus, ballingschap, 500-600 voor Christus. En dan begint dus het proces van kanonisatie, dan begint het proces met heilige boeken, 3e, 2e eeuw voor Christus. Of misschien al iets eerder. Het Bijbelgenootschap geeft ook even de traditionele visie, dat Ezra, een geleerde schrijver, kort na de ballingschap, Ezra en Nehemia zijn teruggekeerd vanuit de ballingschap naar Jeruzalem en dat met name Ezra of eventueel ook met Nehemia erbij orde op zaken gesteld heeft. En dat betekent dat losse boeken waren al veel eerder erkend, maar de totale hoeveelheid boeken, zoals wij die hebben in het Oude Testament, en van 39 boeken, dat die in de 5e eeuw voor Christus al vastgesteld zou zijn. Dus dat is een duidelijk vroegere datering. En we moeten zeggen, dit is de gangbare visie geweest van de vroege kerk, kijk in de middeleeuwen tot de 19e eeuw toe. In de 19e eeuw is een drie-fase-theorie opgekomen. En die zegt dan dat in de eerste plaats de vijf boeken van de Torah, traditioneel de vijf boeken van Mozes, vastgesteld zouden zijn. Maar dat heeft dan te maken met Jawist, Engelist, Priestercodex, dat is allemaal na de ballingschap gebeurd. Maar dan Ezra zou dus niet verantwoordelijk zijn voor heel de Bijbel, maar wel voor die eerste vijf boeken. En dan een volgende fase, in de 3e eeuw voor Christus, zou men pas gaan spreken over de profeten. En moet je zich voorstellen, Jesaja bijvoorbeeld, 8e eeuw voor Christus. Wat voor status heeft zijn boek gehad dan in de tussentijd? Andere profeten, maar in ieder geval, de 3e eeuw voor Christus zou de verzameling profeten afgerond zijn. En de Ketuvim, het Hebreeuwse woord voor geschriften, pas aan het eind van de 1e eeuw na Christus. Dat betekent dus dat, Jezus en de apostelen in de tijd van het Nieuwe Testament
nog geen afgesloten kanon hadden. He, want de laatste discussies waren pas 100 na Christus. Bij de bijeenkomst in Jannia. Dus die theorie is toen opgekomen. Wat is dan de situatie in de eerste eeuw na Christus? Binnen het Jodendom en de vroege Christendom genieten allerlei oude geschriften de status van heilige schrift. En dan worden wat titels genoemd, wet der profeten, wet, profetenpsalmen. Voor een groot deel komt dat wel overeen, maar er zijn ook wel verschillen. De lijst is dus dan nog steeds niet precies afgebakend. En, wat interessant is, en waar ook de vondsten van Qumran een rol in spelen, ook boeken die later niet als kanoniek beschouwd werden, golden voor de auteurs van de nieuw-testamentische geschriften als heilige boeken. Zoals Sirach, Wijsheid, Judith en het boek der Jubileum. Nou, ik denk dat dat op zich niet klopt, deze uitspraak, want je merkt in het Nieuw Testament geen enkele uitspraak daarover. Maar de bedoeling is, er was een grote graad van variatie in welke mate boeken erkend werden. Dan, het Bijbelgenootschap stuurt toch wat richting de nieuwe visie. Men geeft dan aan, er is niet één moment waarop alles gereed is gekomen, maar er zijn allerlei factoren geweest. Wel is het dan zo dat er een paar factoren heel belangrijk zijn geweest. Dat is de verwoesting van de tempel in het jaar 70. Want daarna begonnen de geschriften een grotere rol te vervullen. En als de tempel wegvalt, komt het boek er dan voor in de plaats. En een tweede betekenisfactor was dan de controverse met de christenen. Omdat christenen ook heilige boeken produceerden, is de gedachte, moest er wat afgegrensd worden van, denk erom, dit is nu de verzameling en er komt niks meer bij. Dus we merken hier dat volgens deze website het proces van kanonisatie toch heel erg sterk geplaatst wordt in de eerste eeuw na Christus. Goed, dat betekent dus een afscheid van de traditionele visie die toch een 19e eeuw gangbaar geweest is. Het proces van kanonisatie is pas heel lang laat op gang gekomen. Doodzinrollen hebben een grote verscheidenheid. En wat is dan de status daarvan? Het Oude Testament nog niet afgerond in de tijd van het Nieuw Testament. En een paar factoren die dus van invloed zijn geweest op het proces om toch zover te komen. Kortom, dit is de achtergrond eigenlijk van mijn verhaal. En ik heb dus expres een heel breed aanvaarde voorstelling genomen die ook iedereen zo even na kan lezen, nog verder uitvoeriger dan ik nu geciteerd heb. En daar wil ik graag wat alternatieven voor aanreiken. Ik begin dan met een artikel. Wat is nu eigenlijk kanon? Wat is nu kanoniek? Wat is kanonisatie? En dan valt op dat een zekere meneer Zoetberg een exclusieve definitie heeft gepresenteerd die in de jaren 60, dus een halve eeuw geleden, opgekomen is en die sinds die tijd heel erg veel ingang heeft gevonden. Dus heel veel mensen hanteren die definitie. En dat betekent dat pas de laatste beslissing genomen moet zijn. En dan weet je pas of een verzameling kanoniek was. Nou, dat betekent dus dat het een hele late datering in de hand werkt. Ook voor het Nieuwe Testament. Dat betekent dus eigenlijk dat Israël en de kerk lange tijd geen kanon gehad hebben. Lieve Charles heeft gezegd, nee, die definitie die richt zich veel te veel op het eindpunt. Je kunt beter een functionele definitie hanteren. Het hele proces van vorming en de eeuwen door. En als mensen een geschrift beschouwd hebben als goddelijk, dan moeten we uitgaan van hun beschouwing. Dus als het functioneel voor hun was, dan moeten we zeggen dat was voor hun dus kanoniek, ongeacht wat er aan landelijke en latere beslissingen allemaal gebeurd is. Dus het is daarmee mogelijk dat vanaf het eerste moment dat een boek als gezaghebbend aanvaard is, dat een geschrift kanoniek was.
Het is dus wel zo dat er dan een groeiende kanon is en dat in de loop der eeuwen er steeds meer bij komt. Maar in principe is het dus wel steeds kanonvorming geweest. Het kan natuurlijk zijn dat hier en daar in de regio's wat verschillen waren over een enkel boek, maar het meeste van de boeken was toch al hetzelfde. Gruber zelf geeft een ontologische definitie en die begint niet bij de mens, maar bij God. En de eerste definitie zegt, wat is het officiële besluit? De tweede definitie zegt, hoe hebben mensen het beleefd en ervaren? De derde definitie gaat veel meer uit van Gods geven van boeken aan mensen. En de boeken, zegt hij, worden niet kanonie, omdat een of andere persoon ze zo verklaart. Maar ze zijn het al, vanaf het eerste moment. En pas later volgt dan de erkenning. Ik hoop dat u even die drie definities in de gaten houdt. En dat u dus ook merkt dat het Bijbelgenootschap sterk aanleunt op die eerste definitie. En vandaar dat pas in de eerste eeuw na Christus de kanon van het Oude Testament afgesloten is. Goed, ik voel zelf het meest voor die ontologische benadering en daar ga ik nu verder mee. In het Oude Testament zijn er nogal wat aanwijzingen dat boeken een officieel gezag kregen voordat er sprake was van een kanon of afgesloten groep geschriften. En neem nu de 10 geboden. Die stonden op steen geschreven. Of boek Deuteronomium. Mozes gaf die rol aan de levieten, de priesters, en die rol moest dan bewaard worden bij de ark in de tabernakel. Dus het ging er helemaal niet om wat de Israëlieten daarvan vonden, of ze officieel een geschrift als kanoniek erkend hebben. Vanaf het eerste moment was het, dit is een heel speciaal geschrift, dat wordt opgeborgen in het heiligdom, en het moet eens in zoveel tijd voorgelezen worden. En daarmee is het een kanoniek geschrift, ook al is daar natuurlijk nog niet het hele Oude Testament bekend. Wat ik verder nog belangrijk vind, is dat er ook bepalingen zijn in Deuteronomium tegen verandering. Er wordt heel vaak gezegd, oude geschriften, daar mocht men aan wijzigen. Auteurschap telde niet, men mocht veranderingen aanbrengen in de loop der eeuwen, als het maar in de geest van de schrijver was. Voor een deel van de literatuur geldt dat, maar we komen bij edictische verdragen tegen dat er zeer strikte bepalingen zijn tegen het veranderen. En dan kun je je voorstellen, als er een verdrag gemaakt wordt tussen twee koningen, hoeveel de een aan tribuut levert aan de ander, dan mag je natuurlijk niet zomaar gaan knoeien met de getallen. Het boek Deuteronomium bevat ook een paar van deze bepalingen. En ik heb 13 vers 1 genoemd, dat in de nieuwere vertalingen staat, de oudere vertalingen hebben het nog als 12 vers 32. Dat is de bepaling dat er niet aan toegevoegd en niet van afgedaan mag worden. Waarschijnlijk is de bekendste bepaling uit Openbaring 22. En waar diezelfde formule gebruikt wordt om niets af te doen aan het boek dat gegeven is. Goed, 10 geboden, Deuteronomium, geplaatst in het heiligdom. Wat heeft dat voor betekenis? Deze gewoonte kwam ook voor bij de Egyptenaren, de Grieken en de Romeinen. En in alle gevallen betekent het dat een geschrift gewijd werd aan God, aan hun godheid. En dat het dus een hele speciale waardering krijgt, zo'n geschrift. En als er dus allerlei geschriften circuleren, dan wordt in de tempel bepaald wat men opneemt en wat niet. Dus het is niet een allerlaatste proces van kanonisatie, waar pas besloten wordt van nou, hoeveel boeken staan er in onze Bijbel, maar op het moment dat boeken in de tempel geplaatst worden, krijgen ze een speciale status. Vanmorgen kwam ook even de sprake van Flavius Josephus. Heeft hij nou niet geschreven over die rollen bij de Koran? Nee, maar hij heeft wel geschreven over de rollen in de tempel van Jeruzalem. En dat Romeinen dus een deel van die rollen ook meegenomen hebben. En Josephus mocht ze ook inzien. En dus dat wil zeggen, dit was de officiële tekst. Dit was de echte heilige tekst. Een paar andere gegevens uit de geschiedenis.
We hebben het apocryfe boek 2 Maccabeeën. Dat is ontstaan ergens begin eerste eeuw voor Christus. De Maccabeeënstrijd was ongeveer 160 voor Christus. En enorm verzet tegen de Seleuciden, tegen Antiochus de Vierde. Goed, het boek 2 Maccabeeën stelt in hoofdstuk 2. Deze gebeurtenissen zijn ook opgetekend in de kronieken en annalen over Nehemia. Daar is het ook te lezen hoe Nehemia een bibliotheek aanlegde waarin hij boeken over de koningen verzamelde en geschriften van de profeten en van David, alsmede brieven van koningen over de geschiedenis van de tempel. Nehemia heeft daar behoorlijk veel verzamelarbeid in verricht. En het is ook wel te begrijpen dat dat na de Babylonische ballingschap nodig was. Het is vandaar dat de tradities die naar Ezra en Nehemia werken als verzamelaars best heel aannemelijk zijn. Goed, in een tijd van grote crisis, tijdens die Maccabeeënopstand, rond 160 voor Christus, we weten ook dat er toen heel veel geschriften vernietigd zijn, dan is het Judas de Maccabeeën, die ook weer boeken bijeengebracht heeft en ze zijn nu in ons bezit. Nou, welke boeken verzamelt men? Natuurlijk de boeken die als heilig erkend werden. Natuurlijk de gezaghebbende boeken. En als vanwege oorlogssituaties en ballingschap het probleem dreigt dat geschriften in de vergetelheid raken, dan wordt het tijd ze weer te ordenen. Ik heb nu niet te uitstaan. Maar ik moet ook even denken aan 2 Koningen 22. En koning Josia is met de reformatie bezig. De tempel wordt hersteld. En dan wordt er weer een oud wetboek gevonden in de tempel. Hij was het vergeten. En blijkbaar, daar ligt het. En het is dus een geschrift met een enorm gezag. Goed, dus er zijn bepaalde perioden dat heilige geschriften weer onder de aandacht gebracht worden, verzameld worden en veiliggesteld worden. Dus het houdt in ieder geval in dat deze geschriften heel veel gezag hadden voor de betreffende mensen. Dan het geschrift Jezus Sirach. Dat is vanuit het Grieks bekend. De apocryfe boeken hebben het, maar het is nu ook in het Hebreeuws gevonden. Die wijsheid van Jezus Sirach is afkomstig van een Joodse leraar. Ergens 190 tot 170 voor Christus. Maar dat geschrift was in het Hebreeuws. En een kleinzoon heeft geprobeerd, zegt hij zelf, het te vertalen in het Grieks. Het viel allemaal niet mee. Een hele andere taal. Maar in het Grieks heeft hij het vertaald. En dat is de versie die bij ons het meest bekend is. Dan in het woord vooraf dat die kleinzoon geschreven heeft, citeert hij 3 keer een aanduiding van de kanon. De wet, de profeten en de andere geschriften die daarin zijn gekomen. De wet, de profeten en de andere boeken van onze vaderen. De wet, de profetieën en de overige boeken. Die derde categorie had blijkbaar geen eigen naam. Maar je maakt uit deze woorden wel op dat het gewoon helder was welke boeken daarin horen. Dus het begrip kanon wordt zelf niet genoemd, maar wordt eigenlijk verondersteld. Dan Flavius Josephus, de man die vanmorgen ook al genoemd is. Eerst de vrijheidsstrijder tegen de Romeinen en later naar de Romeinen gegaan. En hij heeft voor de Romeinen ook een enorm overzicht gegeven van de geschiedenis. Maar hij had ook wel een conflict met iemand en heeft een boekje geschreven tegen Apion. En daarin heeft Josephus het over 22 heilige boeken. Eerst de 5 boeken van Mozes. Dat is onbetwist, dat is helder. En dan de geschiedenissen, de gebeurtenissen die beschreven zijn in 13 boeken. Van Mozes tot Artaxerxes. Dat is van Mozes tot de tijd van Esther. Dus kort na de ballingschap, daarmee ook aangeven dat eigenlijk het tot de 5e eeuw voor Christus was. En dan de overblijvende 4 boeken, de lofliederen, psalmen en dergelijke.
En zo komt Josephus uit op 22 boeken. Waarschijnlijk heeft hij dan het aantal gekozen, omdat het gelijk valt met het aantal medeklinkers in het Hebreeuwse alfabet. Wij hebben 39 boeken, maar we hebben er wel een paar gesplitst. 1 en 2 Samuel, 1 en 2 Koningen, 1 en 2 Kronieken. En we kunnen er ook van uitgaan dat Josephus dus de 12 kleine profeten als 1 geteld heeft. Dus zeer waarschijnlijk komen we precies hetzelfde aantal boeken uit, ook al tellen we dan iets anders. Wat dan ook van belang is, is dat deze Josephus, van wie u dus een oude afbeelding ziet, het volgende gezegd heeft. Al eeuwenlang heeft geen Jood het gewaagd, uit eerbied voor de schriften, daaraan iets toe te voegen, daaruit iets te verwijderen of daaraan iets te veranderen. Hij zou liever de gevangenis ingaan, gemarteld worden of desnoods de marteldood sterven, dan enig woord inbrengen tegen de wetten en de daarmee verbonden geschriften. En dus, naar de overtuiging van Josephus, is de kanon al eeuwenlang afgerond. En de Joden, dat we ook kunnen verwijzen naar de opstand van de Maccabeën, en die hebben liever hun leven gewaagd, sterven liever de marteldood, dan dat ze ook maar iets aan die geschriften willen wijzigen. Dus het lijkt er toch op alsof die kanon al lang bekend is. Dan gaan we naar de drie stromen die vanmorgen ook genoemd zijn. De Farizeeën, de Sadduceeën en de Essenen. De Zeloten, daar weten we niet zo goed hoe dat zit, maar we weten in ieder geval dat er tussen de Sadduceeën en de Farizeeën behoorlijke rivaliteit was. En we hebben vanmorgen ook gehoord, en die groep in Qumran was ook sectaar, het grote vijandschap ten opzichte van de tempel in Jeruzalem en al het misbruik daar. En die drie groepen die zijn in de tijd van de Maccabeeën uit elkaar gegaan. 150, 160 voor Christus. He, is er zo'n scheiding geweest. Een van de tekenen van scheiding is al de verandering van kalender. Dat hoorden we vanmorgen door Pieter. Als je een andere kalender gaat invoeren, dat is niet theoretisch. Maar dat betekent dus dat je het Pascha enzovoort allemaal op andere data gaat vieren. Dus een andere kalender invoeren is het schisma bij uitstek. Als dan 150 voor Christus die groepen uiteen gegaan zijn, dan ligt het niet voor de hand dat daarna nog boeken toegevoegd konden worden. En dan lijkt het er dus op dat 150 voor Christus, dus de kanon, al gereed was. Ik ga nu naar deze wat algemene beschouwing over de kanon, naar de Qumran, van wat is dan de invloed daarop. Het wordt ons ook duidelijk dat tijdens het hogepriesterschap van Jonathan de Maccabeeën een grote rivaliteit was en die stromingen dus allemaal uit elkaar gegaan zijn. Even een afbeelding van de grotten waar ze nu liggen. Waarschijnlijk heeft die wadi het allemaal wel verder doen insnijpen. Maar je kunt zien hoe ontoegankelijk de bewaarplaatsen van de rollen waren. En die verhalen die dan verteld worden, dat iemand zijn geit kwijt was en dat hij een steentje ingooide en zo. Ik denk dat een geit toch wel erg veel moeite moet doen om daar tegenop te klimmen. Maar goed. Die per geit is toch kan. Maar of die in de kudde door een herder bewaakt worden, dat vraag ik. Nu is dus de vraag. Er is een grote verscheidenheid aan teksten gevonden in Qumran. Welke status hebben die? Is er onderscheid? Ik noem een van de bekendste Qumran-deskundigen op het ogenblik, John Collins. Hij is van mening dat de rollen niet één collectie vormden, maar de inhoud van diverse sectarische bibliotheken. En dat betekent dus dat verschillende groepen ze meegenomen kunnen hebben om ze daar te bewaren. Goed, weet ik niet zeker. Maar dat betekent dus dat het helemaal onduidelijk is welke status deze boeken hadden. Er zijn zelfs geleerden die van mening zijn dat er ook nog rollen uit de tempel van Jeruzalem in veiligheid gebracht zijn. Allemaal onbekend.
Maar het betekent dus wel dat er een grote verscheidenheid aanwezig kan zijn. Wat nu wel boeiend is om te merken, dat de eerste vijf Bijbelboeken en ook het boek Job in een archaïsch schrift geschreven zijn. In het Hebreeuws werd vroeger een cursief schrift gebruikt, dat is na de ballingschap overgegaan in een kwadraatschrift. Maar in Qumran heeft men expres die oude schrijfwijze bewaard, omdat het de boeken van Mozes betreft. En Job werd waarschijnlijk ook aan hem toegeschreven. Dat waren dus boeken met een bijzonder hoog gezag. Ik leg het hier even uit wat het verschil is. In de linkerkolom ziet u het kwadraatschrift. Bijna alles past in een vierkantje. In het midden is het paleo-Hebreeuwse letter. En nu is deze een stukje uit Habakkuk, een beetje Habakkuk. En wat nu bijzonder is, is dat men hier de naam Yahweh, de vier medeklinkers, de schrijfwijze van de naam van God, expres in het oude schrift gedaan heeft. Als eerbied voor de naam van God. Dat betekent dus, paleo-Hebreeuws, dat bleef men nog steeds schrijven, maar wel om de status van rollen aan te geven. Een boek Daniel, niet zo'n groot boek, maar er zijn toch acht handschriften gevonden. En dan merken we uit die handschriften en de geschriften daarover toch wel wat van de status van het boek Daniel. Daniel 10 ontbreekt in die stukjes, maar het geschrift Florian Legium geeft aan dat iets geschreven is in het boek van Daniel, de profeet. Dus Daniel werd als zodanig beschouwd. En hij wordt op gelijke manier geciteerd als Jesaja en Ezechiël. Ook de rol van de strijd heeft veel ontleend aan Daniel 12. Dus een boek als Daniel, waarvan heel veel geleerden zeggen dat het pas in 150, van 60 voor Christus ontstaan is, had een heel hoog gezag. Men schreef het dus heel wat keren over, maar men gebruikte het ook om zaken uit te werken. In het geschrift Melchizedek, wat vanmorgen ook genoemd is, wordt Daniel 9 aangehaald, te midden van citaten van de profeet Jesaja. En dus uit die eigen producties van deze groep merken we wel dat een deel van die geschriften een veel hoger gezag had dan anderen. Nu even een beeld ter vergelijking van een bibliotheek of een boekhandel. Een beetje trieste vergelijking misschien, maar onlangs zag ik een foto van een verbrande boekhandel in Cairo. Zijn een paar christelijke boekhandels verbrand. En dan zie je dus allemaal losse fragmenten en stukjes van boeken. En dan denk ik, ja, restanten die overblijven. Maar wat is nu de status van elk boek? Dat is wat we gevonden hebben in de Koran. We weten dus niet precies welke status de boeken hadden. Tenzij ze naar elkaar verwijzen in een gezaghebbende manier. Zoals wij dus officiële uitgaven kennen, vrije weergaven, parafrasen, vertalingen, schrijfwijzen. En per richting wat verschillend. Zo is er in Qumran ook van alles en nog wat aan de hand. Maar dat betekent dus niet dat daarmee de verzameling van Qumran in tegenspraak is met de kanon van het Oude Testament. Ik ga naar wat conclusies over dat aspect van de kanon. Het lijkt mij het meest aannemelijk dat de boekrollen gezag ontvingen kort na het schrijven. Dus dat betekent dat de eerste Bijbelboeken al in 1500 voor Christus erkend werden als kanoniek, als gezaghebbend. Dat ze geaccepteerd werden in de tabernakel en later in de tempel. Dat in de tijd van Ezra en Nehemia er herstelwerkzaamheden zijn geweest en weer hergroepering van bepaalde boeken, misschien dat ook de volgorde wat meer afgerond is. Maar dat laatste is het minst belangrijk. Dat wordt belangrijker bij een boekvorm. Maar in ieder geval welke boeken wel en niet. Dat die kanon al bestond, al hebben wij daar geen historische bewijzen voor het uiteengaan van de verschillende groepen. Qumran, dat weten we dus niet goed. Misschien ook
dat het gezag van één persoon heel veel kon compenseren. Als er een zeer autoritaire leider is, die met heel veel gezag profetische uitspraken doet, dan kan er van alles en nog wat in de bibliotheek staan, maar dan bepaalt hij op dat moment wat gezaghebbend is. Wat mij betreft vind ik dus de informatie op de website van het Bijbelgenootschap niet zo geweldig. De datering is veel te laat en laat allerlei aspecten buiten beschouwing. En doordat het buiten beschouwing blijft, krijg je dus de indruk dat men pas in de tweede of derde eeuw voor Christus pas eens ging nadenken over welke boeken zijn nu gezaghebbend en welke niet. En mijn zin zijn er dus heel wat aanwijzingen voor een andere voorstelling van zaken. Veel uitvoeriger kunt u daarin in vinden, met veel meer wetenschappelijke achtergronden. Ik ga nu naar de tekstoverlevering. Want de teksten van Qumran bevestigen voor een groot deel de handschriften van de Masoretische traditie, maar niet altijd. De gangbare opvatting is dat vanaf de 2e eeuw na Christus binnen het Jodendom één traditie meer de overhand kreeg, die van de Farizeeën, en dat de andere weggeschoven werd. Ook hiervan denk ik, je kunt het een stuk eerder dateren. Overigens, de officiële uitgaven van de Hebreeuwse Bijbel zijn meestal gebaseerd op de codex die in Leningrad bewaard wordt uit 1008 na Christus. Ja, dus u ziet dat we toch een sprong van 1000 tot 1200 jaar maken in de geschiedenis door de Dode Zeeoorlog. Nu komt de Septuaginta naar voren, waar eerder een vraag over ging. Die Griekse vertaling die is uit de 3e eeuw voor Christus, misschien gedeeld in de 2e eeuw voor Christus, wijkt op sommige punten af. De Masoretische tekst is ook weer niet altijd hetzelfde als de Samaritaanse overlevering van de eerste vijf Bijbelboeken. En dat heet dan tekstgeschiedenis, dat je wikt en weegt wat de meest betrouwbare is. Als voorbeeld even Jeremia. Er is geen enkele twijfel over de status van het boek Jeremia, altijd als gezaghebbend erkend. Maar de Hebreeuwse overlevering is langer dan de Griekse. 15% korter. Ik neig ertoe om te zeggen dat de Septuaginta het ingekort heeft. Maar goed, daar zou ik een argumentatie bij moeten geven. In ieder geval ligt hier een behoorlijk verschil tussen twee handschriften. Sommige geleerden beweren dat kleine stukjes tekst in Qumran aangeven dat ook die kortere Septuaginta-versie bewaard werd in Qumran. Dus dat allebei naast elkaar konden bestaan. Nou, dat rijst dus de vraag, is het een oorspronkelijke versie of een bewuste verkorting? Maar hoeveel geschriften we ook vinden, is alles nu even gezaghebbend. En dan noem ik ook toch weer iemand uit Groningen. Een paar keer genoemd al, Aris van der Woude, de oprichter van het Qumran Instituut. Die was natuurlijk zeer onder de indruk van de grote verscheidenheid aan teksten en varianten. En die heeft hij uiterst nauwkeurig onderzocht. Maar in tegenspraak met heel veel collega's zegt hij, en toch ga ik ervan uit dat die diversiteit niet allemaal even gezaghebbend was. Dat er één gezaghebbende traditie was, met name rond de tempel van Jeruzalem. En die is grotendeels identiek met de medeklinkende tekst die later door de Masoreten is overgeleverd. Qumran had het niet nodig, want er was toch een sterke persoonlijkheid aanwezig. De teksttradities die nogal afwijken, zoals een bepaald handschrift van Jeremia en een bepaald handschrift van Samuel, die zijn in sommige kringen nooit geaccepteerd. Dus de pluriformiteit aan teksten in Qumran en daarbuiten toont dus niet aan dat ze allemaal hetzelfde gezag hadden. Goed, dit is zijn boekje zoals het uitgegeven is. En dan, om de streep even in rood te hebben, beginsel getrouwe weergave van de traditie door de leidende geestelijkheid van het vroegere Jodendom. Persoonlijk spreekt me die benadering wel aan, hoewel ik ook direct zie dat er onzekerheden blijven. Van der Woude is een stuk terughoudender met het begrip kamer dan dat ik ben, dus verschillend genoeg.
Maar ik noem dat iemand als iemand van het Qumran Instituut die toch duidelijk deze mening verkondigd heeft. Twee Duitse geleerden over het gezag van de Qumran geschriften op een paar onbelangrijke punten na. Bijna geen onnauwkeurigheden of fouten. Dus de betrouwbaarheid is hoog. Soms komt Qumran met de Septuaginta overeen en daar noem ik nu een paar voorbeelden van. Deuteronomium 32, vers 8. En daar staat in de meeste vertalingen: toen de Allerhoogste aan de volken het erfelijk bezit uitdeelde, heeft hij het grondgebied van de volken vastgesteld, overeenkomstig het aantal Israëlieten. Dat is voor ons een hele lastige tekst. Want wat is dat aantal Israëlieten? En sommigen denken 70, dat er ongeveer 70 volken genoemd worden in Genesis 10. En Jacob met 70 zielen naar Egypte trok. Maar ja, dat was in de tijd van Mozes toch heel anders. De Septuaginta heeft een hele andere opvatting. Vastgesteld overeenkomstig het aantal engelen van God. En het Qumran handschrift heeft overeenkomstig het aantal zonen van God. En nu laat ik het u even zien. Het Hebreeuws, en dat is Bnei Israël. Dat is zonen van Israël. Bnei Eel is de zonen van God. En zonen van God staat er dus letterlijk in Qumran. En Septuaginta heeft dat geïnterpreteerd als engelen. Is er nu iets toegevoegd? Heeft een overschrijver een paar letters erbij gevoegd? Of is er iets weggevallen? Is er een rand wat verkruimeld, waardoor men het niet lezen kon? Allebei is dus mogelijk. Mij lijkt het aannemelijk dat de standaardtekst zonen van God had, maar dat de overschrijvers geïnterpreteerd hebben als maar de zonen van God, dat is Israël. Daar zijn aanwijzingen voor in Deuteronomium 32 zelf. En Israël wordt kind of zoon genoemd. En is hij niet uw vader? Als dat zo is, dan geven Qumran en Septuaginta de oorspronkelijke versie. En er zijn nogal wat aanwijzingen dat de andere volken engelen kregen. En dat zie je in het boek Daniel, maar je ziet ook in het boek Sirach, Sirach 17. Dus de andere volken kregen engelen, maar Israël is het persoonlijk deel van de Heer. Goed, ongeacht hoe u hierover denkt, het blijft altijd reconstructie. Dat betekent dus dat de Qumran-tekst heel interessant is als bevestiging van de Griekse tekst. En dan wordt het dus samen gezaghebbend. Ander voorbeeld is Psalm 145. Als u nog een statenvertaling of een herziene statenvertaling gebruikt, dan ziet u dat nogal wat psalmen en zeker voor klaagliederen bestaat uit veelvouden van 22. Het Hebreeuwse alfabet 22 letters. En sommige psalmen zijn alfabetisch. Maar Psalm 145, vers 13, daar is de noem overgeslagen. Dus Psalm 145 heeft maar 21 versen. Wilden sommigen dan een correctie aanbrengen door er nog eentje toe te voegen, of is die per ongeluk overgeslagen? In ieder geval, een Qumran handschrift heeft hier dus een aanvulling. En heeft dus een psalm van 22 versen. En dan staat er dus bij, getrouw is de Heer in alles wat hij zegt, betrouwbaar in al zijn daden. En de vertaling van NBV heeft hier in een voetnoot ook naar verwezen. Nog een voorbeeld, Jesaja 53. De meeste vertalingen hebben het schuldoffer, zal hij de dagen verlengen. Om de moeitevolle inspanning van zijn ziel zal hij het zien. Hij zal verzadigd worden. Maar de vraag is dan, wat is het? Hij zal het zien. Vanuit de context is dat niet direct duidelijk. De Septuaginta heeft als Griekse vertaling en drie Qumran handschriften hebben hier het woordje licht. En dus om de moeitevolle inspanning van zijn ziel zal hij het licht zien. En dan is het dus een teken van leven na de dood, van opstanden. Wat in de context van Jesaja 53 natuurlijk heel belangrijk is. Hier weer zo'n voorbeeld. Het gaat niet om een enorme grote verandering. Weer sterk is er niets aan de hand.
Maar sommige teksten zeggen van, hé, als we dat van Qumran erbij halen, dan krijgen we toch een mooiere tekst. We gaan naar de conclusie. De Dode Zeeroom nog even een zeer betrouwbare overlevering van de Bijbel. Ze geven ook aan welke boeken gezaghebbend zijn. Hier en daar is op tekstniveau een hele kleine correctie mogelijk. En ook hier is dan weer van belang, dat is een geloofsuitspraak, dat het gras verdort, de bloem afvalt, dat het woord van onze God stand houdt in eeuwigheid. En voor mij is de ontdekking van de Qumran ook een argument in die richting. Natuurlijk, het is in de eerste plaats een geloofsuitspraak. Maar als je ziet dat het Oude Testament betrouwbaar dan welk geschrift ook overgeleverd is, dan zie ik daar ook Gods trouwe zorg in. Goed, wie veel meer wil weten over die hele tekstkritiek, verwijs ik naar een mooi artikel van Gentry, die open pleit dat in de tijd van Ezra en Nehemia de kanon al gereed was. De tekstgeschiedenis van het boek Jeremia behandelen we daar veel uitvoeriger. En ook even de vraag of 4Q71 en 4Q72a, de versie van de Septuaginta, ondersteunen. Dan heb ik hier nog een boek dat helaas uitverkocht is, maar ik vind zelf een van de mooiste boeken over de Qumran. Met heel veel achtergronden om te weten te komen hoe ging dat rond die vondst en publicatie. Uiteraard iets verouderd, de laatste dingen worden niet meegenomen, maar heel boeiend beschreven, ook met de consequenties voor het geloof in het Oude en Nieuwe Testament. Het laatste, theologie Oude Testament, wil bewijzen op een artikel van Geert Lorijn. En dat is de ontwikkelingen tussen het Oude en Nieuwe Testament. Hij geeft daarin in 26 pagina's een heel overzicht. Wat gebeurt er nu tussen Malachi en Matthäus? Tussen Oude en Nieuwe Testament. En uiteraard geeft hij heel veel ruimte aan de Qumranrol. Hoe zit het met de Messiasverwachting en dergelijke? Hoe zit het met opstanding uit de dood en andere verwachtingen in die tijd?